Ik versta Engels. Ik spreek 17 talen, waaronder het Swahilisch en het Brussels. Wat is het verschil tussen een pleonasme en een tautologie? Als ik zeg, Maggie de Blok is vet en dik, dan is dat een tautologie. Vet veronderstelt dik en dik veronderstelt vet. Dat voor tautologie. Als ik een pleonasme gebruik, dan zeg ik bijvoorbeeld, Maggie de Blok is een dikke matrone. Een matrone, dat wil zeggen iemand die dik is en oud. Dus dat is een pleonasme. Het volstaat om te zeggen, Maggie de Blok is een matrone. Als ik zeg, Maggie de Blok is een opwindende pin-up, dan is dat een leugen, maar dan is dat een pleonasme. Dus een pleonasme is altijd geen waarheid en een waarheid is zeker altijd geen pleonasme. Of een tautologie. Begrepen dus? Maggie de Blok, vet en dik, tautologie. Maggie de Blok, een dikke matroon, pleonasme. En Maggie de Blok, opwindende pin-up? Een onwaar pleonasme. Een pleofantasme. Heel goed gezien. Maak ik een bank vooruit? Een neologisme die hierbij uitgevonden is, een pleofantasme. Oké, dankjewel voor het kijken. De volgende keer spreken we over het soortelijk gewicht van lood. Pi 37, 48,92.